ik was ontzettend blij toen ik de uitnodiging zag. Het is niet zo vaak meer de laatste weken dat je een krant krijgt met een ontzettend leuk en goed bericht op de voorpagina. En dit was er wat mij betreft absoluut eentje. Engeland vaarders gered. Zoals gezegd, het programma is samengesteld door de vereniging Erfgoed Leidschendam. Dus daar ga ik ook heel erg weinig over zeggen. Waarom in het museum? Omdat het model dat is gemaakt door Karen van den Berg van de Engelandvaarders in hun boot, noem ik het maar even als niet-zeeman, hier in het museum staat opgesteld. Dat is nu nog een hele bescheiden opstelling. Het is onze bedoeling dat er in dit museum een, ik noem het maar, semi-vaste opstelling komt over de geschiedenis van Leidschendam-Voorburg van heel vroeger tot de toekomst wat mij betreft. En deze gebeurtenis in de Tweede Wereldoorlog zal daar zeker niet in ontbreken en daar een plek in krijgen. Vandaar dat we van meet af aan met de vereniging Erfgoed Leidschendam hebben gezegd, we moeten dit samen doen. En al is het nu nog bescheiden, straks krijgt het model en de film een plek in die opstelling die wij zo graag in dit museum willen realiseren. Nadruk op wil leggen is dat het ziet er allemaal uit of het allemaal erg makkelijk ging. Het ging ook erg makkelijk. We hadden geen veel moeilijkheden, eigenlijk nauwelijks enige. Ik vertel deze dingen maar om u enig idee te geven wat de moeilijkheden waren in die tijd om zoiets te organiseren. Toen het slot dachten dat alles min of meer in orde was, dachten we, laten we gaan. Maar we hadden, toen was het verzet erachter gekomen. En die hebben toen gevraagd aan John Oster of die een zeeofficier van de marine wilde meenemen. Nou, John Oster was een zoon van een admiraal en die had dolgraag zelf bij de marine willen in dienst gaan. Maar omdat hij slechte ogen had, werd hij niet aangenomen. Dus die dorst niet nee te zeggen. Ik vertel u dit verhaal omdat we hadden toen besloten inderdaad, want we konden maar 5 mensen meenemen. Toen heeft Flip Winkels zich teruggetrokken op gronden dat hij dacht, heel onzelfzuchtig zou ik willen zeggen. Het bleek ook naderhand ook dat het helemaal niet nodig was. Toen heeft hij zich teruggetrokken. Hij zei, ja, voor die oorlogvoering in Londen is het belangrijker dat daar een beroepsofficier aankomt dan ik, die niks weet van militaire dingen. En toen is dus die zeeofficier heeft zijn plaats ingenomen. Maar zoals het dikke schaam met die dingen, die eerste poging is vastgelopen omdat we op een zandbank vastraakten. En daar konden we niet van afkomen. En toen zijn we toch nog, en dat was gebeurd op midden in de dag, want we zaten vast voor de hele nacht op die zandbank. En voordat het hoogtij weer opkwam, was het de volgende dag een daglicht. Maar die Duitsers hebben ons op een of andere manier niet gezien en we hebben die boot naar de kant kunnen brengen. En het eerste wat die zeeofficier deed, was ons uitschelden en zei dat wij volkomen onverantwoordelijk waren. We wisten niet wat we deden. en hij was volgens mij eenvoudig bang. En die verdween ook heel gauw. En dus toen toen dachten we, nou, weet je wat, we zullen volgende week het nog eens een keer proberen. Allemaal heel goed. We gingen weg met, zoals toch ook op de film vertoond is, met opkomend tij. We raakten wel een paar keer vast, maar daar kwamen we makkelijk over die zandbanken heen. We hebben ook geen last gehad van het wachtschip. Het enige is inderdaad dat, ik denk dat de anderen niet veel minder waren dan, beter waren dan ik, maar ik was inderdaad, het moment dat we op de Noordzee kwamen, was ik behoorlijk zeeziek. Maar daar kom je wel overheen. Maar verder is het allemaal ontzettend eigenlijk makkelijk gegaan. Ik ken ook al de verhalen van die andere pogingen. Mensen, ik geloof dat er iemand hier zit zelf, die heeft er 5 dagen over gedaan. Tuurlijk wisten wij vooraf dat de vluchtroute over zee een riskante onderneming was. Vooral als je ook nog een paar neergeschoten geallieerde piloten bij je had. Maar na aankomst in Engeland realiseerden we ons dat eigenlijk pas ten volle. Je moest wel heel veel geluk hebben. Vandaar dat veel Engelandvaders een uitspraak van Lord Halifax volmondig beamen. Dat luidt, hope is usually
a poor guide, but an excellent traveling companion. Op de allereerste plaats wil ik mijn bewondering en dank uitspreken aan alle moedige medewerkers die met gevaar voor hun leven betrokken waren bij de Tony Schrader geleide organisatie. En ons Engelandvaders de kans boden Engeland gedurende de oorlog te bereiken om een bijdrage te leveren aan de bevrijding van Nederland. Ook wil ik de Vereniging Erfgoed Leidschendam en het bestuur van het Stadsmuseum Voorburg dankzeggen voor het waardevolle initiatief om dit stukje oorloggeschiedenis niet alleen zo volledig mogelijk te reconstrueren en ook verder aan gedaan heeft, maar ook een blijvende plaats in de geschiedenis van Leidschendam te verzekeren. Deze door de Vereniging Erfgoed Leidschendam georganiseerde dag zal ik in dankbare herinnering gedenken. Dan gaan we nu de onthulling doen. Meneer Vugter, dit is een doek op wieltjes. En de bedoeling is dat u het opzij schuift naar het tv-scherm. Ja. Hij is op wieltjes. Oh, ja. Deze Chinezen van hierbij, hoor.